Ook buitenshuis worden de feestdagen gevierd? Want de meesten die kunnen het vieren met familie en met vrienden. Hè. Die zijn gewoon thuis. Maar er zijn ook altijd weer die mensen die gewoon moeten werken. Wat dacht je van de horeca, de zorg of deze helden? De helden van Defensie. Die zijn vaak kilometers ver weg van huis. Op een plek waar ook nog eens alles behalve rust en vrede heerst. Zo denken we dit keer bijvoorbeeld aan de bemanning van Zijner Majesteits Holland. Dat is het patrouilleschip dat sinds half november bij Cyprus ligt voor mogelijke hulp en inzet rond Gaza. Gisteravond vierden zij hun kerstdiner met hoog bezoek van de verantwoordelijk minister. Het was echt een hele bijzondere avond. Ik merk dat de mensen eigenlijk ook heel trots zijn op dat wij dit kunnen doen als Nederland. Militairen moeten flexibel zijn. Je bereidt je voor op, nou, in dit geval bijvoorbeeld een tocht naar de andere kant van de oceaan. En dan komt er ineens een nieuw verzoek tussendoor. Jullie moeten naar de Middellandse Zee vanwege de oorlog in Gaza. Ze doen echt fantastisch werk en ik vond het heel mooi om dat, ja, in een ontspannen sfeer bij een kerstdiner met een boel post van het thuisfront om daar even bij stil te staan. Tjerk Boswijk, u bent reservist. Wat doet dit met uw defensiehart? Nou ja, dit zet eigenlijk weer een beetje in perspectief dat wij in Nederland maar een beetje aan het aankloten zijn. En dat het echte werk door deze mensen wordt gedaan. Dus dat, ja, ontzettend veel respect en waardering voor militairen. Die ver van hun eigen familie in soms gevaarlijke omstandigheden, ja, ons uiteindelijk allemaal veilig houden. Zodat wij de aankomende dagen lekker onder de kerstboom kunnen zitten. Dus heel mooi om te zien.